Ik ben aangekomen hier op de Moermansstraat. De Moermansstraat nummer 4. De vlag aan de achtergrond die verklappen het al, want ik ga namelijk naar de Makro. Er zijn zoveel vragen over. Is het nou een groothandel? Is het voor bedrijven? Kan een particulier hier naartoe? Wat zijn de specialiteiten? Wat zijn de eigen merken? Scheelt het met de gewone normale supermarkt? Is er een voorkeursbehandeling voor grote klanten? Nou ja, zomaar wat vragen die in me opkomen, die je misschien ook hebt als je hier in de richting vanaf de Trierbrug richting de Helftheuvel rijdt. Nou, ik ga ze gewoon vragen, ik ga gewoon naar binnen toe. We gaan samen even lekker dwalen binnen de Makro. Sebastiaan Kloosterboer van Makro. Nou, heel veel mensen komen hier heel vaak langs. Jullie zitten op een herkenbaar punt. Maar toch even in het kort, wat is Makro? Makro is eigenlijk een van oorsprong zelfbedieningsgroothandel. Tegenwoordig doen wij ook delivery voor onze horecaklanten onder andere. Dus we gaan ook steeds meer naar buiten. Maar van origine dus een leverancier aan de zakelijke markt. Toch zie ik als ik zelf inkopen doe dat er ook redelijk wat particulieren rondlopen. Ja, dat lijkt zo. Het zijn eigenlijk geen particulieren. Wij zien er meer als eindverbruikers en die zitten er ook tussen. In principe moet je een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben. En dat is eigenlijk de enige vereiste om een pas bij ons te krijgen. Per definitie ben je dan eigenlijk een zakelijke klant. En ja, het maakt dan niet zoveel uit of je de producten zelf gebruikt thuis of dat je de producten voor je bedrijf gebruikt. Maar daar is het natuurlijk wel voor bedoeld. Makro heeft behoorlijke ruime openingstijden. Ja, dat klopt. Ja, we zijn tegenwoordig tot 10 uur 's avonds open door de week. Dus dat is erg fijn voor de mensen die na hun werk of na hun werkzaamheden nog snel even wat boodschappen doen. En voor de horeca zijn we zelfs om 7 uur 's ochtends al geopend. Dus die kunnen al eerder terecht. En voor onze overige klanten gaan wij om 9 uur al lopen. Maar dat is allemaal mogelijk. Als er veel vraag is naar een bepaald merk of een bepaald product. Ik noem maar even een bepaalde wijn. Ja. Je hebt hem niet in een assortiment. En er wordt steeds meer vraag naar. Gaan jullie hem dan leveren? Dat zou zomaar kunnen. Ja, tuurlijk. Als in principe u vraagt, wij draaien. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Alles in overleg met onze inkoopjongens. Die zitten in Amsterdam op het hoofdkantoor. Maar in principe is alles mogelijk. Ja. Als er genoeg vraag naar is, zorgen wij gewoon dat het hier komt te liggen. Ja. Er staat morgen iemand met de Kamer van Koophandel op de inschrijfbalie. Moet hij dan wachten op zijn pasje of mag hij dan al naar binnen? Nee hoor, die mag meteen naar binnen. We gaan hem ter plekke inschrijven. Ondertussen wordt het pasje aangemaakt. Het is even wachten tot de pas er is. Maar iedereen krijgt gewoon een dagpas en kan dan meteen naar binnen. Sebastiaan, we staan hier bij een seizoensproduct. Maar wel een enorme hardloper. Ja, mega. We doen op dit moment ongeveer 36 miljoen euro aan kerstpakketten. Dat is een waanzinnig product voor ons. Dus absoluut. Maar van kleine instap tot zeer uitgebreid. Bovenop de schap kun je precies zien wat erin zit. Ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die zeggen van joh, ik heb er zoveel, kom ze ook maar weer brengen. Kan natuurlijk ook. Uiteraard kan dat ook. Sterker nog, we kunnen een stap verder gaan. Voor de echte grote bedrijven hebben wij een aparte afdeling van de kerstpakketten. Daar kunnen ze zelf hun eigen pakketten samenstellen. Dat is een aparte showroom. Dan krijgen de mensen, die worden netjes ontvangen. En die kunnen zelf hun eigen pakket samenstellen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld de politie, want jullie leveren de kerstpakketten aan de Nederlandse politie. Ja, bijvoorbeeld. Een van de grotere klanten en daar leveren we alle kerstpakketten. En dan gaat het op dusdanige hoeveelheden en ook hele specifieke wensen. En die kunnen wij allemaal invullen voor onze klanten. Ik heb één klein probleempje. Ik ben al heel lang zelfstandig ondernemer en ik heb nog nooit een kerstpakket gehad. Nou, ik zie die hier een hele hoop liggen, dus volgens mij moet dat geen probleem zijn. Laten we er zo meteen eentje uitzoeken voor je. Nou, hartstikke leuk. Kan ik weer thuiskomen? Dankjewel. Ja, graag gedaan. And I see it burn.